President Desi Bouterse heeft tijdens een bezoek aan Koroni afgelopen weekend jongeren gestimuleerd om te produceren. Hij beseft dat dit geen gemakkelijke taak is, maar Bouterse onderstreept dat dit de enige manier is om uit de economische recessie te komen. Wij moeten verandering inbrengen en wij moeten gebruik maken van wat God ons gegeven heeft. Wij moeten gebruik maken van wat de natuur ons gegeven heeft. Wij moeten gebruik maken van de resources die dit land gekregen heeft van de voorzienigheid. En we zeggen daarbij, dat de allergrootste, rijkdom Sangado G. Akonderdisi na Asernamang. En daarom is educatie zo belangrijk. En daarom zijn we in 1984 al begonnen met Alpha 84, om ver achter de oostelijke en westelijke polders te gaan, om de mensen daar het alfabet bij te brengen, om de mensen daar aapdood mis en wij en de wereld bij te brengen. Er is een concept, er is een visie daarachter. En ik dank al die mensen als Cross, ik dank al die mensen als om Jan, hoe heet hij weer? Geen Bolman, Piet Hellendoren, dag en nacht in het toko weer ploeter voor bereik desma. Omdat, ik denk die zien nou een beweging, en we zien alles maar occasie voor kan sluiten aan een beweging. De president gaf aan dat de ouderen een bepaald pad hebben doorlopen om uiteindelijk deel te zijn van succes. Hij vroeg de jonge Koronianen om ook het pad van succes te kiezen, maar daarbij wel milieubewust te blijven. We hebben een plan op het ogenblik om overal in de landen, zetten wij verbrandingsovens. Verbrandingsovens om onze vuil te verbranden. Maar tegelijkertijd de boel schoon te houden, dat heeft weer te maken met het aantrekken van onze toeristen. Toerisme is gewoon een pressie, daar pressie doet die fysiek minus op zang. En ik kan u zeggen, we hebben de potentie en we hebben daarom veel jongeren nodig. Laatst niet meer te gaan zijn over de jongwang. En ik zeg, in deze partij, ongeacht ras, kleur of geloof, vandaag aan de dag. Waarom Chimbaywa, sana fractieleider, meneer Amsat. Waarom Chimfling, boeskonder een meisje, na een assemblee, mevrouw Afonsoa. Sa inwa het doa her project. Dit soort krachten hebben we nodig. Tot zover president Desi Bouterse afgelopen zondag in Koroni, nadat hij een bezoek had gebracht aan Nikeri.